Dit is echt een heel erg mooi merk. Zo schattig! Hallo, goedemorgen! Daar zijn we weer met een nieuwe extra video. Zoals jullie misschien weten zijn we deze week een beetje aan het opvullen. Vandaag vonden we het super leuk om al onze tot nu toe gekregen en aangeschafte baby-spulletjes te laten zien. Dus eigenlijk een soort van boxing. Ja, boxing. Box. Dat is het eerste meubel wat we hebben gekocht. Ja, die hebben we via Marktplaats gekocht voor 125 euro, maar hij is echt nog helemaal zo goedje gloedje als nieuw. Echt super Geen mooi. Geen één krasje. Nee, er zit ook een lade in en hij is hoogglanswit. Daar willen we dus ook de babykamer van. Dit is een van de items die ik echt heel graag wilde. Die vind ik super handig. Ja, het is heel een soort van andere. Het is een soort van een worst of zo. Het is een nestje. Ja, dat kan niet ingelegd worden. Echt super schattig, hè? Super schattig. Deze waren bij de Albert Heijn, 1 plus 1 gratis. En de Zwitserland Pampers waren bij de Ethos, 1 plus 1 gratis. Nee. Oh ja, Ethos, ik dacht kruid. Ja, en dat hebben we gisteren gekocht. Dus ik denk dat de aanbieding er nu nog is, als jullie dit kijken. Deze hebben we ook via Marktplaats gekocht. En hij is van Kuka. Ik vind deze stof zo fijn, hè? En dit is van Elodie. Of zo. En dan zit hij zo en dan heb je een beetje... Heel zacht netje. Het is een kleedje, een dekentje. Heel zacht. Maar echt, ik hou van dit dekentje. Deze die heb ik al gebruikt. Het is een voedings-BH, maar die gebruik ik nu ook al, die voedings-BH's. Omdat ze gewoon nu al lekker zitten. Oké, deze hebben we van vrienden gekregen. En nou, je ziet het al, toch? Dat is een soort kleed met speeltjes erboven. Tiefeltje, het is best wel zacht. Ja, die hebben we gekregen. Deze is van zussenkind van Omi gekregen. Kijk, hij geeft gewoon duimpjes omhoog. Ja. Daar kun je je springplank vastmaken. Ja, dat is heel handig. Ik heb al eens een keertje gesabbeld aan het karton. Aan het karton. Schattige sokjes van Maya die straks komt. Een heel leuk truitje. Looking cool day. Deze hebben we gisteren gekocht bij de H&M. En deze hoorden erbij. Ja, twee bij elkaar. We zien de uitverkoop. Een boefje. Het is overal uitverkoop in de stad. Oh, die was maar 5 euro bij de Zara. En die is zo leuk. Zo leuk. Zo leuk. Zo leuk. Zo leuk. Ik hoop best baby ever. Kammetjes. Volgens mij heb ik deze bij de Action gekocht. Ik weet niet meer zeker. Nee, die had best voor Sinterklaas. Oh, oké. Okay. Had Bart ook voor Sinterklaas? Oh, die had Bart ook voor Sinterklaas. Maar Sinterklaas koopt heel vaak dingen bij de Action, hoor. Volgens mij. Ja. Denk ik. Altijd handig, just in case. Ik ga wel borstvoeding geven, maar het moet allemaal wel klaarstaan natuurlijk, hè. Deze heb ik van Roos gekregen. Die zweerde erbij en ik spreek steeds meer mensen die erbij zweren. Deze hebben we gekregen van Soeseline. Het is een elektrische hot water bottle, dus een kruik eigenlijk. Maar dan kun je hem elektrisch opwarmen. Dit is niet degene trouwens die in opspraak is geweest en hij is goedgekeurd. Ja, en dan de Arlo Baby Cam. Wow. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat werken. En dat gaan jullie allemaal nog zien als we straks de babykamer klaar gaan maken. Dan gaan we het allemaal testen. Dit is echt een heel erg mooi merk. Ik zal hem ook eventjes uitpakken om te laten zien. Je hebt er dus nog veel meer van. Maar dit is voor de baby. Ja, maar je hebt ook als ze ouder zijn, heb je ook van die hele lekkere warme dikke en zo. Ik vind de details ook heel mooi. Hele lieve slofjes, die hebben we van vrienden gekregen. Het is I Love Mama staat erop en het zijn gewoon slofjes die hij aan kan. Ja, een wikkel denk ik. Hier kan zijn hoofdje in en dan wordt hij helemaal ingepakt. Heel lekker zacht. Wat zijn al die dingetjes van de HEMA toch ook schattig? Ja, dit is ook een wikkeldoek, een hele lekkere zachte. Deze heb ik van moeders. Voor moeders gekregen. Dit was het allereerste cadeautje die ik kreeg toen ik 8 weken zwanger was en mee ging doen aan Moeders voor Moeders. Deze is ook heel leuk. Die hebben we van een heel leuk kledingmerk gekregen toen we op de We Are Pregnant beurs waren. En dat is een Amahoula. En het is echt hele lekkere biologische katoen. En ja, het is zo stoer met die details. Het is echt heel stoer. Ah. En daar zit zo'n zakje bij. Dat maakt het zo leuk, hè? Dat maakt het heel leuk. Een hele stapel met kleding, maar dat hebben jullie vast al in een andere vlog gezien. Daar liet ik dat zien, dat ik dat allemaal via Marktplaats in een pakket heb gekocht.
een speentje. Heel schattig speentje, staat op I Love Mama Pixel. Dit zijn allemaal kleertjes van Bart. Ja, geweest. Dus die heeft Bart zelf aangehad. En die gaf Jacqueline aan ons toen we volgens mij nog niet... Nee, toen wisten we nog niet dat het een jongetje ging worden. Dus toen zaten we zo van, nou, we moeten nog even zien of we dit wel kunnen gebruiken. Maar nu weten we dus dat het een jongetje wordt. Dus nu kunnen we dit echt gaan gebruiken, Jacqueline. Hoe leuk is dat? Dit is echt zo schattig. Het is wel voor als hij wat ouder is, maar... Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja, die bewaren we goed tot hij past. Dit is een pakje. Deze, die heeft Bart ook aangehaald. Oh, wat een grappig broekje. Vintage. Zo, dit waren tot nu toe zo'n beetje alle dingetjes die we hebben opgespaard voor onze babyuitzet. Inclusief de box en de kleertjes. En we hebben ook een kinderwagen besteld van Jules. Die komt in de loop van de komende weken ergens binnen. Die gaan we dan ophalen, dus dat zul je van vast voorbij zien komen in de vlogs. En verder zijn we bezig dus met de kinderkamer, de meubeltjes. Ik denk via Marktplaats, maar ja, we gaan ook nog even een bezoekje brengen aan wat babywinkels. En dan gaan we de rest van de uitzet allemaal afvinken. En natuurlijk komt dan ook de babykamer helemaal voorbij. Maar ja, abonneer gewoon even op het kanaal of druk op het belletje. Want dan blijf je op de hoogte van alle extra video's. En ik zie jullie allemaal in een nieuwe vlog, in een nieuwe updates en alles. Elke door de weekse dag om 6 uur 's ochtends. Doei! Doei!